In deze aflevering van Quality Bookings TV gaan we het hebben over mindset en het voorkomen van een burn-out met Kelly Wekers. Ja, welkom leuk. In Dank de studio je wel. Bij Dank Quality je wel. Bookings TV. Leuk dat je er bent. Kelly, alvorens het over al jouw op het gebied van jouw lezingen gaan hebben en al jouw online programma's, je nieuwe boek dat eraan komt, eerst eens even een klein stukje geschiedenis over wie Kelly Wekers is en hoe ben je gekomen waar je nu staat. Nou ja, dan zal ik er maar meteen in gooien dat ik gewoon een Limburgs meisje was. Limburgs? Daar, ja, dat hoor je niet, hè? Nee, bijna niet, nee. Maar daar opgegroeid, eigenlijk een hele lekkere jeugd gehad. Uiteindelijk gaan studeren in Maastricht. Jaartje rechten gedaan, was het niet helemaal. En toen doorgestroomd naar psychologie. Okay. En ik heb psychologie en neurowetenschap afgemaakt. En eigenlijk ten tijde daarvan, dat ik daarmee bezig was, de hele wereld rondgevlogen als Miss Nederland. Veel modellenwerk gedaan. Maar dat is nog wel even wat, hè? Want je gaat heel snel. Maar ja. Rechten, psychologie, neurowetenschap. Ja. Van waar die interesse? Want dat hoor je toch niet heel veel bij jeugd, ja. Dat daar hun interesse Weet ik niet, dat heb ik altijd gehad. Ik heb van jongs af aan was ik best wel een denker. Altijd een meisje best wel stil op de achtergrond. Altijd aan het observeren. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Dus toen ben ik daar eigenlijk in mijn studie ook naar gaan kijken. Ja. Psychologiestudie, dat doet dat als geen ander natuurlijk. En toch dat gaan doen. En dat was gewoon echt een schot in de roos. Dat vond ik zo ontzettend leuk. En dat ging me heel makkelijk af. Maar dat is toch een hele heftige, redelijk heftige studie, toch? Want je gaat ook heel erg naar jezelf kijken, toch? Ja, maar ja, weet je, als je redelijk stabiel bent en lekker in je vel zit, dan is het helemaal niet zo erg om naar jezelf te hoeven kijken. Okay. Dus heb jij naar jezelf gekeken. Ja, precies, dat hoort er wel bij. Maar ik moet wel zeggen, ik heb psychologie en neurowetenschappen gedaan. Dus ik denk dat dat wat meer raakt aan wat mensen ook bijvoorbeeld kennen van Erik Scherder. Mm-hmm. Dat gaat heel erg over onze hersendelen, hoe onze hersenen functioneren, hoe dat invloed heeft op ons gedrag, op ons gevoel. Dus dat gaat ook wel een heel stuk nog dieper dan alleen over depressies en burn-outs en dat soort zaken praten. Alleen uiteindelijk master gaan doen, klinische en gezondheidswetenschap. En toen kwam ik toch weer een beetje terug bij echt één op één met mensen zitten. Ja. Of in groepen trainingen geven, dat soort dingen. Dat vind ik dan toch heel erg leuk. Ja. Omdat ik dan bij mensen zie dat er iets gaat gebeuren. En dat is anders dan wanneer je echt met neurowetenschap gaat werken. Ja. Want dan zit je net in een andere hoek. En toen zat je in je opleiding voor psycholoog en neurowetenschap. En toen dacht je, laat ik eens meedoen met een mis. Nou ja, weet je, ik heb altijd modellenwerk naast mijn studie gedaan. Okay. Omdat, dat kon toen makkelijk. Het verdiende gewoon beter dan een krantenwijk. Dus ik dacht, waarom niet? Dat was altijd heel erg leuk om te doen. Ik was altijd serieus meisje geweest, altijd goed gestudeerd. Ik had netjes mijn bachelor af. Ik was al op mijn 17e begonnen, dus ik was op mijn 21ste al klaar met studeren. Dus ik dacht, wat zal ik nu gaan doen? Zal ik meteen gaan beginnen? Of ga ik nog even de wereld verkennen? Mm-hmm. Toen heb ik me ingeschreven voor Miss Nederland. Zonder dat ik überhaupt wist wat het was. En toen, ik denk dat ik 2 maanden later Miss Nederland was. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik nu ook een jaartje reizen. Ja. En de wereld verkennen. En eigenlijk uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Terwijl het een hele andere hoek is dan het innerlijk, psychologie. Ja, het is helemaal op het uiterlijk gericht. Ja. Maar het heeft me wel heel veel geleerd over mezelf. En ik doe het gewoon alles. Ik heb overal gewoond, gewerkt. Dus, Wat was het niet een hele gekke wereld om je dan in te begeven? Want net als je zegt, je bent vooral altijd bezig geweest met het innerlijke mens. En dan ineens gaat het allemaal om pruilipjes. Kijk, het is natuurlijk niet voor niets. Of bagatelliseer ik nu een beetje de... Nou, ik denk wel, de beste modellen, de toppers, die hebben natuurlijk een heel mooi uiterlijk. Maar nog sterker innerlijk, denk ik. Ik denk dat mindset ook daar heel belangrijk is. Duitse Kroes is niet zomaar aan de top terechtgekomen. Nee. Maar het is wel een oppervlakkige wereld. En daar moet je mee kunnen. Het is niet voor niets dat ik daar uiteindelijk ook niet in ben blijven hangen. Nee. Weet je, uiteindelijk was het toch niets voor mij. Maar heeft het wel een hele mooie levenservaring gegeven. Het is net een beetje een andere insteek van een sabbatical year, wat je nu ook heel veel bij mensen ziet. En ik vond het wel heel erg leuk, maar absoluut, weet je, het is meer uiterlijk. Ja. Ja. Wat heeft het je ook wel eens tegengewerkt in je verdere carrière? Ja, weet ik niet. Weet je, ik denk dat het vaak is, als mensen een vooroordeel willen hebben, dan kunnen ze dat altijd hebben. En mensen gaan toch wel altijd iets van je vinden. Ja. Dus ik zie dat echt alleen maar eigenlijk als een kracht. Want het heeft me gewoon heel veel gebracht en heel veel geleerd. En ik denk dat ik met mijn relatief jonge leeftijd wel een bepaalde levenservaring heb die anderen misschien nog niet hebben op dit moment. Ja. Ja. En nu? Nu ben je psycholoog. Je hebt een eigen praktijk, maar je helpt ook mensen online. Vertel eens even kort hoe jij mensen dan helpt op dit moment? Uh,
Op dit moment doe ik het eigenlijk niet meer zo traditioneel als ik het voorheen deed. Ik ben echt heel traditioneel als psycholoog begonnen. Mensen één op één zitten. Of ze nou depressies hadden, angststoornissen, burn-outs. En dan ging ik daarmee zitten en dan gingen we een behandeltraject aan. Twee van dat soort Precies, zaten we ongeveer zo. Niet meer op de bank liggen, hoor. Dat is echt Freudiaans, dat hoeft niet meer. Maar zo ben ik dus eigenlijk begonnen. En ik merk, de wereld verandert gewoon heel erg. Steeds meer gebeurt online en digitaal. En ik ben eigenlijk gaan kijken in mijn vrij traditionele vak hoe ik daar aan mee kan groeien. Dus inmiddels heb ik al een aantal jaren een eigen praktijk. Daar zie ik nog steeds mensen één op één, maar dat is eigenlijk heel exclusief. Mm-hmm. En ik zie eigenlijk nu meer mensen online. Okay. Dus ik heb online programma's. Want hoe ziet dat eruit, een online programma? Het is eigenlijk heel makkelijk. Mensen gaan gewoon naar mijn website. Daar heb ik een aantal online programma's op staan. En dat houdt eigenlijk in dat iemand bijvoorbeeld 5 weken lang een online traject bij mij volgt. Waarbij die elke week video-inspiratie krijgt, theorie, opdrachten. Iemand dus eigenlijk zelf aan de slag gaat om iets te bereiken, een bepaald resultaat. Zo heb ik bijvoorbeeld een programma dat heet Rust, Balans en Focus. Mm-hmm. Dus in 5 weken ga je daaraan werken. En dat doe je dan samen met mij onder begeleiding. En uiteindelijk zie je mij een keer tijdens een live sessie online. En dan doe je het eigenlijk in je eigen tijd. En ik merk dat heel veel mensen dat gewoon heel erg prettig vinden. Dat de drempel ook niet meer zo hoog is van, ik moet naar iemand toe. Nee, ik wil gewoon iets verbeteren aan mijn leven. Dat ga ik in mijn eigen tijd doen. En dat kan ik in relatief korte tijd ook bereiken. Ja. Dus dat doe ik nu heel veel. Want wat zijn een beetje de problemen waar mensen bij jou mee aankomen? Ja, heel breed. Ik denk dat heel veel mensen, de hoofdzaak is, heel veel mensen voelen onrust. Heel druk in hun hoofd. De wereld is enorm druk en hectisch. Hoe vind ik daar mijn rust in en mijn balans in? Ik heb eigenlijk best veel mensen, zeker ook die ik nog één op één zie, die best wel hoog in het bedrijfsleven staan, de top van het bedrijfsleven of de top van hun vakgebied, of dat nu sport is of muziek of whatever. En die zeggen allemaal van, ik heb wel mijn talenten, maar hoe kan ik zorgen dat ik mezelf ook relaxed blijf voelen en ook geniet van wat ik aan het doen ben. Ja, precies. Ja, dus want focus je ook echt op de top? Of? Ja, 1-op-1 absoluut. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld ook een online business programma. En dat is dus inderdaad ook echt voor ondernemers die zeggen van, ik wil het beste uit mezelf halen en mijn bedrijf. Ik vind dat wel heel erg leuk om te doen. Ja. Ik zat eerder als psycholoog, zit je meer van iemand is ziek en je wil iemand beter maken. En ik vind het nu leuk om te zeggen van, iemand is al goed, maar ik wil er de beste van maken. Ja, precies. Ja. Want mensen komen vooral ook bij jou, je bent ook echt een voorloper als het gaat om het voorkomen van een burn-out. Ja. Jij zegt ook daar dat mindset heel erg belangrijk is. Hoe verhoudt zich dat? Ja, mindset, voor sommige mensen is dat toch een beetje een zweverig begrip. Ik merk heel vaak dat dat een beetje weerstand oproept, omdat het zweverig zou zijn. Maar eigenlijk is mindset niets anders dan dat je zegt, iedereen maakt shit mee. In zijn leven. Dat is gewoon zo. Ja. En het is eigenlijk de manier waarop je ermee omgaat. Wat bepaalt of jij positief in het leven staat, of je dingen gaat bereiken, of dat je zegt van, ik laat me er naar beneden halen en niets lukt mij meer. Dus het is echt, je kan niet kiezen wat er op je pad komt, maar wel hoe je ermee omgaat. Ja. Dat is eigenlijk mindset. En ik denk dat in een burn-out geval, dat heel erg samenspeelt. Want burn-out is een heel traditioneel idee, dat je alleen een burn-out kan krijgen door werk. Eigenlijk is burn-out, het letterlijke begrip daarvan, is een chronische stressreactie van het lichaam. Dus waardoor jij die stress hebt gekregen, of jij daar 20 uur voor moet maken of 80 uur, of dat werkgerelateerd is of privé, dat maakt in principe niet uit. En ik vind het heel erg leuk om mensen meer inzicht te geven en hoe ze anders met dingen om kunnen gaan, zodat ze ook een burn-out kunnen voorkomen. Ja. Want burn-outs hoeven in principe niet te gebeuren. Maar het gebeurt wel massaal. Ja, want 1 komt miljoen dat inmiddels, hè? Ja, werk in de beroepsbevolking. Want hoe denk je dat het komt dat het in Nederland op dit moment zoveel mensen zijn? Nou, je zegt zelf al 1 miljoen. Ik wist niet eens het exacte aantal, maar 1 miljoen mensen zijn met een burn-out. Giga. Want, vertel eens even, wat gebeurt er als je een burn-out hebt? Ik heb persoonlijk volgens mij nog nooit een burn-out gehad, maar... Maar dat is het grappige. Jij bent het mooi voorbeeld. Denk je dat je ooit een burn-out zou kunnen krijgen? Nou ja, ik weet al wat jij gaat zeggen. Dus als ik nu zeg nee, dan weet ik dat ik hem... De grote grap is dat ik dus zo vaak mensen zie die zeggen van, ik had nooit gedacht dat ik een burn-out zou krijgen. Ik ga altijd door. Ik heb nooit ergens last van. Maar dat is juist eigenlijk waardoor een burn-out heel erg... Mensen snel daaraan ten prooi vallen. Ja. Omdat ze juist doorgaan wanneer ze bijvoorbeeld soms merken, ik heb het misschien wat zwaarder of lichamelijk, maar toch doorpakken, altijd maar doorgaan, perfectionistisch zijn, harde werkers, moeilijk nee kunnen zeggen, dat soort dingen, dat veroorzaakt vaak een burn-out. Ja, want nog even terug, wat is een burn-out? Wat gebeurt er met iemand op het moment dat hij een burn-out krijgt? Ja, dan waar je het eigenlijk aan merkt, is dat je vaak nergens meer toe in staat bent. Concentratieproblemen, aandachtsproblemen. Vaak mensen die zeggen, ik kan geen mailtje meer lezen. Ik kan nog niet een krantenartikel voorhalen. Heel erg vermoeid.
Eigenlijk op een bepaald moment is het zover dat je ook letterlijk niet meer uit je bed kan komen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk dat. Schaakt wel een beetje tegen depressiviteit aan. Ja, maar ik denk dat het niet zozeer is. Depressiviteit is echt meer dat je alles heel negatief ziet. Zo van, ik wil niet meer leven. Dat is dan het ergste geval. En burn-out is meer van, ik kan het niet. Ik ben fysiek inderdaad niet in staat of mentaal om mijn taken af te maken. En dat gaat op een gegeven moment naar de meest simpele taken. Dus je kan je voorstellen, als jij in een topbaan zit, en ik heb dus heel veel mensen begeleid met burn-outs die echt in topbanen zitten, die zeggen, ik heb normaal zoveel druk, ik kan zoveel aan. Ik kan letterlijk nog niet een memo lezen van mijn secretaresse, want dan heb ik al het idee dat ik het gewoon niet mee kan krijgen. Dus het is best wel heftig wat er dan gebeurt. Maar eigenlijk is het je lichaam die op een gegeven moment zegt, je hebt zoveel stress gehad, je hebt jezelf niet opgeladen. En dan op een gegeven moment doen we gewoon een shutdown. Dan gaat er gewoon niets meer gebeuren. Dus langzaam vallen allerlei systeempjes uit. Op een gegeven moment is dat je aandacht en je concentratie en wat dan ook. Eigenlijk is het gewoon een waarschuwing van je lichaam van, hey vriend, eigenlijk wel. Stap je terug. Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk het zou mooi zijn als we dat eerder kunnen voorkomen. Want wanneer je helemaal in een burn-out zit, dan zit je er maanden in, vaak. Voordat je er weer uitgekrabbeld bent. En als je het eerder herkent, dan kan je meer balans in gaan bouwen in je leven en meer rust. Want wat is tip nummer 1 van jou? Of als ga even om voorkomen. Laten we het vandaag even niet focussen op genezen. Nee, maar precies. Op voorkomen, want genezen zal een langer proces zijn. Ja, precies. Dat is echt wel een langer proces. Ik denk dat het vooral in het voorkomen moet zitten. Ik denk wat de grap is bijvoorbeeld, is dat wij tegenwoordig veel beter voor onze telefoon zorgen dan voor onszelf. Onze telefoon, daarvan weten we wanneer die batterij leeg is, dan leggen we hem aan de oplader. Er zijn denk ik weinig mensen die een paar uur zouden rondlopen gestrest. Met een negatieve... Ja. Totale paniek gaat er meteen in. Maar met onszelf kijken we er eigenlijk helemaal niet zo naar. We gaan altijd maar door. Of het nu werk is, dan is het wel privé, sociale contacten, sport, uitgaan, whatever. Maar er komt nooit een moment dat we even zeggen, tot rust komen. Ja. En het is dan niet heel raar in onze drukke en hectische wereld, waar we gewoon enorm veel prikkels krijgen, waar werk ook altijd maar doorgaat. Tot op een gegeven moment gewoon ons brein niet meer mee kan. Want het zegt van, het is gewoon te veel prikkels. En wat is dan tot rust komen? Is dat dan op de bank zitten Netflix kijken? Of ik denk dat het voor iedereen heel anders is. Ja. Dat is dan ook weer het mooie. En daar moet je het ook weer in vinden. Voor jou is dat misschien Netflixen. Voor een ander is dat misschien geregeld gaan sporten. Voor een ander is dat dagelijks een lange douche nemen en bad gaan. Maar even afschakelen, een boek lezen. Maar heel vaak is onze tijd, wordt nu ook door diezelfde telefoon ingevuld, zeg maar. Want wanneer we een moment van rust hebben, ja, wat doe jij? Misschien pak je ook al je telefoon erbij. Even scrollen, even LinkedIn, even van alles en nog wat. En je brein is weer bezig. Dus het is echt de balans op gaan zoeken. Zeker wanneer je veel werkt. Zeker in de banen die veel eisend zijn, waar je misschien wel 50, 60, 70 uur in de week maakt. Dan is het nog belangrijker hoe je de andere tijd opvult. Ik denk dat er met hard werken helemaal niets mis is. Ik denk dat het gewoon is, wat zet je er tegenover om de balans te bewaren. Maar gaat dat niet vaak ook in organisaties fout? Ik weet dat er veel mensen naar dit programma kijken die ook werkzaam zijn binnen grote corporates. Ja. Wat nou als er vanaf top-down niet de gelegenheid wordt geboden om die rust te pakken? Er zijn genoeg banen waar je maar door moet gaan. Ja, ik denk dat dat vaak een wisselwerking is. Ik denk inderdaad dat bij sommige banen dat inderdaad zo is. Dat er misschien een wat traditioneler management zit, directie, die echt verwachten dat mensen gewoon door blijven gaan. Eerste kantoor erin, het laatste eruit. Maar het is ook een beetje de mentaliteit van de werknemer. Van alleen dan kan ik laten zien dat ik waardevol ben. En ik denk dat in principe zeg ik heel vaak van work smart, not hard. Dus weet je, het gaat er meer om wat je doet in de tijd dat je er bent dan hoeveel uren dat je er daadwerkelijk zit. Precies. Dus ik denk absoluut dat, nou, dat is ook een beetje mijn missie natuurlijk als spreker over dit onderwerp, is niet alleen mensen te leren over hoe kan ik een burn-out herkennen en hoe kan ik het gaan voorkomen, maar ook managements en directies in te laten zien dat ze ook open lijnen moeten houden met de mensen die op de werkvloer staan. Want dat merk je ook heel vaak, dat daar gewoon een totale wand wordt opgetrokken. Dat eigenlijk er geen openheid is om te praten over zaken als, nou, ik vind het misschien wat veel, of ik moet even iets op de rem gaan trappen. Het gaat maar door. En het jammere daarvan is, als iemand uitvalt, dan kost het pas echt veel geld. Ja. Dus daar moet echt iets gaan veranderen. Dus ik denk echt meer begeleiding. Weet je, we hoeven echt geen theekrantjes te gaan houden waar iedereen de hele dag over zijn gevoelens moet praten. Maar helemaal niet. Geen openheid. Ja, dat is weer de andere kant van de medaille. Ja. En dat gaat niet werken. Dat gaat echt heel veel kosten op de lange termijn. Ja. En oké, dat zijn dan meer ook je 1-op-1 sessies en je online programma's. Daarnaast spreek je ook veel in het land, nou ja, als spreker. Ja. Dat doe je voor businessclubs, maar doe je ook veel intern bij bedrijven. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
dan spreek ik bijvoorbeeld dus over preventief burn-out voorkomen. Of eigenlijk relaxed werken zou ik het willen noemen. En dan haal ik dus ook die onderwerpen aan. Dus dan beschrijf ik inderdaad ook van wat is een burn-out nou? Daar zijn heel veel ideeën over. Heel oud en een beetje gedateerd eigenlijk wat dat is. Dus ik leg het helemaal uit. Hoe je het bij jezelf kan herkennen. Hoe je juist de balans houdt. Hoe je ervoor zorgt dat je gewoon op een relaxte manier toch meer kan verdienen. Ja. Dat je op een gezonde manier aan het werk bent. En ook hoe zeg maar, het hogere niveau van het bedrijfsleven ook een oogje in het zeil kan houden. En kan zorgen dat de werkvloer gezond blijft. Zodat er uiteindelijk ook het meeste kan worden verdiend. Want met al die uitvallers, dan moet je heel veel winst gaan maken om die allemaal te kunnen bekostigen. Ja. Het worden er alleen maar meer namelijk. Hoe heet dat, krijg je wel eens weerstand vanuit uit de opdrachtgevers die je inhuren om daarover te spreken? Want ik kan me voorstellen, eigenlijk een beetje bij de traditionele directeuren kan nog wel eens zijn van je moet gewoon 24/7 zoveel mogelijk werken, want dat is goed. Ja. Maar jij gaat eigenlijk een beetje het nieuwe werken, ga je promoten. Ja, en ik denk dus ook wel dat het inderdaad de traditionele directeuren die er al 30 jaar zitten, die van oudsher komen, die zullen inderdaad zo denken. En daar stuit ik inderdaad wat meer op weerstand. En dan moet ik ook aanhalen dat het inderdaad geen theekrantje gaat worden. Dat je ook op een andere manier gewoon een gezonde werkvloer kan creëren. Niet maar met allen zo, precies, we hoeven ook allemaal niet te gaan mediteren. Weet je, je kan op andere momenten rust pakken, maar ik denk juist, de nieuwe stijl directie en management, die zijn juist, weten heel erg hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling is, privé en zakelijk, om het beste uit jezelf te halen. Dus ik merk juist dat die heel erg daarvoor openstaan. Ja. En ook zien wat er op de werkvloer gebeurt en denken, ik wil dat gaan veranderen. Ik wil meer weer de care, zeg maar, de oprechte aandacht terugbrengen in mijn bedrijf. Ik weet dat het belangrijk is, ik weet alleen niet hoe. Dus kom jij maar eens vertellen hoe ik dat moet gaan doen. Dus daar merk ik toch wel heel erg dat zij daar heel erg voor openstaan. Dat het gewoon een belangrijk onderwerp is. Is het ook, absoluut. En alsof je nog niet genoeg aan het doen bent, ben je ook nog onwijs druk bezig met het schrijven van een boek. Ja, dat is inderdaad alweer een nieuwe uitdaging. Ook over het voorkomen van burn-out? Nee, of is dat algemeen? Het meer over mindset in het algemeen. Okay. Dus mindset richt zich op verschillende dingen. Dus inderdaad goed in je vel zitten. Maar ook hoe je met dingen omgaat in het leven. En daar ben ik eigenlijk een boek over aan het schrijven. Van hoe kan je ervoor zorgen dat je hier zeg maar de rust houdt. En ook de focus. Zodat je vervolgens, of jij nu de meeste tijd van je kind wil genieten als huismoeder, zeg maar, en meer uit het leven wil halen. Of jij wil als ondernemer een of ander super succesvol bedrijf hebben. Ik denk dat het belangrijkste daarvoor is je mindset. Ik denk dat daar, weet je, het verschil wordt gemaakt tussen mensen die niet succesvol zijn en enorm succesvol zijn. Ja. En ik denk dat hoor je ook altijd terug wanneer je het hebt praat met topsporters of mensen die aan de top van het bedrijfsleven staan. Die zeggen ook altijd van, ik kan geloof ik redelijk hetzelfde als anderen, maar hier doe ik iets anders en daar zit mijn succes in. En eigenlijk gaat daar mijn boek over, maar dan vertaald naar het grote publiek. Hoe iedereen daar iets uit kan pikken om goed in zijn vel te zitten. Je bent een mooie missie. Ja. Ja. Ik doe mijn best. Wanneer... Op een nuchtere missie wel. Op een nuchtere ik probeer missie, het op een hele nuchtere, concrete en praktische manier allemaal te brengen. Want ik denk dat daar de weerstand zit. Dat er heel veel mensen zijn die praten over dit soort onderwerpen. En dan denk ik zelf ook van, ik snap eigenlijk niet wat je zegt. Waar hebben we het over? Nee, je zit heel mooi tussen zweverig en te zakelijk. Dus je hebt een mooie balans ertussen. Dat is een hele mooie middenweg waar we denk ik allemaal van kunnen profiteren. En daar wandel ik. Ja. En wanneer ben je blij? Over 10 jaar? Als je wat bereikt hebt? Nou, ik ben nu al elke dag blij. Maar ik denk dat het heel belangrijk is elke dag te genieten, maar wel je doelen voor ogen te houden. Dankjewel. U allemaal bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Check ook nog even onze website www.quality-bookings.nl voor nog veel meer leuke en vooral inspirerende interviews. Dankjewel.